Ja, een heel uh, goedemiddag allemaal. Fijn om bij elkaar te zijn. Ik maak het niet veel mee dat er mensen voor mij zitten, maar hier wel. En het doet me goed. En uh, ik ben gevraagd om te spreken over kenmerken van een gezonde gemeente. En um, dat zal ik ook meer doen de komende maanden. We zullen wat meer afspraken maken dat ik op zondagmiddag voorbij kom, langskom voor themadiensten zoals deze. En dat we met elkaar wat langer de tijd kunnen nemen om na te denken over zoals gezegd, kenmerken van een gezonde gemeente. Wat zijn nou kenmerken van een gezonde gemeente? En uh, er is. Het uh, ja, is gewoon belangrijk om daar met elkaar over na te denken. En vanmiddag is een beetje een inleiding dan op dit algemene thema. En ik zal ook spreken over een van de kenmerken van een gezonde gemeente. En dat is uh, bijbelverklarende prediking, dat uh, het woord echt de basis is. Uh, gezond gemeenteleven komt voort uit gezonde prediking. En als het woord open gaat, als het woord duidelijk uit de doeken gedaan wordt, als het woord de Bijbel verklaard wordt, dan uh, vloeien de andere kenmerken van een gezonde gemeente vloeien daaruit voort. Dus daarom is dit ook eigenlijk het eerste kenmerk waar we met elkaar over moeten nadenken. Maar ik zeg er wel gelijk bij, ik ga dat vanmiddag niet doen. Dus ik ga pleiten voor Bijbelverklarende prediking, maar ik ga niet een Bijbelverklarende preek geven, houden vanmiddag. Dat heb ik vanmorgen wel gedaan, heel duidelijk. Ik ben helemaal gebleven bij dat ene gedeelte dat ik vanmorgen heb voorgelezen eerst. Maar vanmiddag lezen we zometeen wel uit de Bijbel, maar ik ga dan meer thematisch dit onderwerp behandelen. Laten we met elkaar lezen, inderdaad, over de vroege gemeente in handelingen hoofdstuk 2. Waarin natuurlijk ook het onderwijs van de apostelen, de leer van de apostelen en dat ze bleven bij het onderwijs duidelijk naar voren komt. Maar het is ook goed om dit gedeelte weer een keer met elkaar te lezen. Handelingen 2 vanaf vers 37. Handelingen 2, vanaf vers 37. En toen zij dit hoorden, dat is de prediking van de apostel Petrus, werden ze diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte. En voor uw kinderen. En voor allen die veraf zijn. Zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af. En spoorde hij hen aan met de woorden. Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Er zijn nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En ze volhardden. In de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En ze verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen naar dat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En ze loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heer voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Tot zover. We denken na nou over het woord als basis voor gemeenteopbouw. Uh, evangelie gerichte gemeenteopbouw. Daar waar het evangelie klinkt, ik heb iets gehoord over de dienst van vanmorgen. Ik was de gast bij Gerco en Kobi vanmiddag, nadat ik uit een andere plaats kwam in het noorden van het land. Gerco en Kobi. Um, en, uh, en ik hoorde van vanmorgen dat het evangelie is gepredikt. En dat uh, de schoonheid en de kracht van het evangelie zo duidelijk naar voren komen. En dat is de basis voor gemeenteopbouw. Daar waar het evangelie klinkt. Waar mensen tot geloof in Jezus Christus komen. en opnieuw geboren worden. Zoals Lazarus uit de dood werd opgewekt. dat mensen door het woord en door de kracht van het woord. uit een toestand van geestelijke dood worden opgewekt. en dat ze daardoor. Uh, tot het lichaam van Christus gaan horen. Het gaat om het lichaam van Christus. Het gaat niet om het instituut kerk. maar het gaat om het organisme. Het gaat om dat wij lichaam van Christus zijn. En dan is het ook heel belangrijk om inderdaad na te denken over, um, over gezonde gemeenten. Want um, we moeten oppassen dat we niet te pragmatisch gaan denken. Met pragmatisch bedoelen we, het werkt, dus het is goed. We doen bepaalde dingen en we zien dat dat uh, bepaalde, bepaalde uh, gevolgen heeft. Het werkt in die zin. Dat er mensen bij komen. Um, en daarom doen we het op die manier omdat het werkt. Maar dat noem je pragmatisme. Pragmatisch wil zeggen, je kiest voor dat wat werkt. Maar we moeten niet vooral pragmatisch denken. Maar we moeten de vraag stellen, is het bijbels? Is dit Gods manier om het op deze wijze te doen? Um, en uh, dat is een belangrijke vraag om die te stellen. En ik wil voordat we verder nadenken over die centraliteit van de prediking, wil ik, um, wil ik eigenlijk uh, twee andere vragen stellen, twee eigenlijk twee andere tegenstellingen neerzetten om met elkaar na te denken over het belang van een gezonde gemeente. En in eerste plaats deze tegenstelling gaan wij, gaan jullie als plaatselijke gemeente, gaan jullie voor een grote gemeente of ga je voor een gezonde gemeente? Wat is het doel? Wil je groot worden? Willen jullie vooral dat er over twee jaar hier 400 mensen op zondagmorgen zitten? En zeg je dan, nou kijk, het gaat allemaal prima, het gaat uitstekend, want we zijn van 200 naar 400 gegroeid. Maar dat is pragmatisch. Dat is pragmatisme. Het gaat niet om een grote gemeente, het gaat om een gezonde gemeente. We zijn geneigd om te denken, groter is beter. Als er veel mensen op afkomen, dan werkt het. En dat het, bewijs, het feit dat er veel mensen op afkomen is het bewijs dat wat wij doen, dat dat het juiste is en dat dat de zegen van God draagt. Maar dat is natuurlijk niet per definitie het geval. Een gezonde gemeente is vroeg of laat wel een groeiende gemeente. Dat geloof ik wel. Ik geloof wel dat een gezonde gemeente een groeiende gemeente is. Ook in aantal. Maar een groeiende gemeente is niet per definitie een gezonde gemeente. Er zijn voorbeelden van enorme grote gemeentes. Um, maar nogmaals, dat is geen graadmeter voor bijbels gezien succes. Um, als we in die valkuil vallen, dan worden we eigenlijk werelds. Iemand uit Amerika heeft dit gezegd. Hij gaf het een voorbeeld. Een voorganger van een gemeente met 7000 leden zei het volgende. Ik moet het wel goed doen, want anders zou het niet zo goed gaan. Waarmee hij bedoelde, anders zouden er niet zoveel mensen in mijn gemeente komen. Maar dan zegt deze Amerikaanse schrijver, die zegt daarover, het probleem is dan secularisatie. Zelfs theologisch-conservatieve kerken die zelfbewust de secularisatie willen tegengaan zijn vaak zelf onbewust bolwerken van gezeculariseerd christendom geworden. De twee meest opvallende kenmerken daarvan zijn de verheerlijking van cijfers. De verheerlijking van cijfers. Meer aantallen, meer leden, meer mensen, grotere budgetten, er komt meer geld binnen. En, zegt hij ten tweede, de verheerlijking van de techniek. Er worden allerlei technische trucjes toegepast. Er wordt letterlijk heel veel gebruik gemaakt van allerlei techniek... en dat trekt mensen aan. Nou is techniek niet verkeerd, we gebruiken vanmiddag ook techniek. Ook om mijzelf verstaanbaar te maken gebruiken we techniek. Maar het gaat om het idee van weer dat, pracht, dat pragmatische... van ja, we, we, we volgen een bepaalde tactiek, we volgen een bepaalde techniek... en daardoor groeit de gemeente. Maar, zegt deze man, dat kunnen zelfs dus in de naam... Conservatieve orthodoxe gemeenten zijn die dan onbewust eigenlijk. seculier zijn geworden, daardoor. Stel je voor, een enorme grote kerk. De aantallen groeien steeds. Mensen vinden het fijn. De muziek is goed. Hele generaties van families horen bij de kerk. Er is een laagdrempelige sfeer. Veel programma's waar heel veel mensen aan meedoen. Ehm. Um, maar de kenmerken van heiligheid worden er niet aangetroffen. Een onwaarschijnlijk levendige gemeente kan geestelijk gezien ziek zijn. Er is geen afweersysteem waardoor de valse leer en een zondige levensstijl worden bestreden. Met alle activiteiten die er gaande zijn, worden christenen eigenlijk gewoon gerustgesteld in hun zonde. en worden niet geconfronteerd met hun zonde. Bij zo'n hele grote kerk, hoeveel mensen zijn er? Het afgelopen jaar vanuit oprechte bezorgdheid en liefde terechtgewezen. Worden mensen wel vermaand? Worden mensen wel terechtgewezen? Of worden mensen alleen maar een soort van vermaakt op zondagmorgen? Of klinkt daar dat evangelie dat niet naar de mens is? Klinkt daar ook nog de oproep tot bekering? Klinkt er ook nog een boodschap waardoor sommige mensen boos weglopen en zeggen deze prediking is mij te hard? Dit is mij te, 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 te scherp. Dat deden ze bij Jezus wel. Daar liepen mensen soms weg. Begrijp je dit om te illustreren dat een grote gemeente nog niet vanzelfsprekend een gezonde gemeente is? Um, is het woord een tegenover voor zowel de prediker als degene die luisteren naar de prediking? En dat is dus wat er door Bijbelverklarende prediking gebeurt, dat dat woord opengaat en dat woord dat schuurt met ons leven. Dat woord dat bepaalt ons bij onze egoïsme en dat roept ons weer op om ons, ons leven weer af te leggen en ons te bekeren, dat is een kenmerk van gezondheid. Maar in sommige van de allerberoemdste kerken in Amerika en wereldwijd gebeurt dat soms helemaal niet meer. Sommige van de allergrootste gemeenten zijn de grootste bolwerken van dwaalleer. Dus wees niet te snel onder de indruk van de cijfers. Succes in Gods ogen is niet altijd wat succes is in onze ogen. Bijvoorbeeld, was Jacobus de apostel, een succesvolle apostel, toen hij in Handelingen 12, de broer van, Jac van Johannes, hè? Johannes en Jacobus, Johannes de grote apostel die op hoge leeftijd is. Natuurlijke dood is gestorven en op het eiland Pasmos de openbaring heeft gekregen. Het Evangelie van Johannes heeft geschreven. Een van de drie meest intieme. Maar zijn broer was ook een van de drie meest intieme volgelingen van Jezus. Hij had er drie hè, waar Jezus het meest in heeft geïnvesteerd: namelijk Petrus, Johannes en Jacobus. Jacobus de Apostel. Petrus. Is natuurlijk ongelooflijk bekend geworden. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen, zei Jezus tegen hem. toen Petrus voor het eerst beleed dat Jezus de Christus was. Heel veel kerken zijn naar Petrus genoemd. Johannes is natuurlijk een ongelooflijke bekende apostel geworden vanwege zijn boeken in de Bijbel. We kennen hem allemaal, maar Jacobus? Hij werd vroege leeftijd, handelingen 12, broer van Johannes, door Herodes met het zwaard om het leven gebracht. Was hij niet succesvol? Is hij niet succesvol geweest in Gods ogen? Wij denken, wat een drama, wat een tragedie, vroegtijdig uit het leven gerukt. Maar succes in onze ogen is soms anders dan succes in Gods ogen. Jacobus is niet onsuccesvol geweest. Hij werd martelaar. Hij heeft zijn leven neergelegd. Hij heeft geleden. In de gevangenis en daarna is hij onthoofd. Maar we moeten proberen om niet al te werelds te denken over succes of geen succes. Ook niet voor de kerk. Ik ben soms in hele grote gemeenten. En soms kom ik in hele kleine gemeenten. Maar ik ervaar soms veel meer van dat de glorie van de Heer het huis vult. In sommige kleine groepen dan in de grootste gemeenten van Nederland. En het is goed om daar met elkaar ons van bewust te zijn. Een andere tegenstelling die ik zou willen noemen: hè, dus gaan we voor een grote gemeente of een gezonde gemeente is de eerste tegenstelling. Tweede tegenstelling is: um, laten wij ons vooral leiden door de cultuur of door het woord. De kerk moet op getrouwe wijze het evangelie doorgeven en niet de heersende cultuur weer spiegelen. En ik zou daarbij willen zeggen, hier op Urk. De kerk moet ook niet de heersende Urkencultuur weerspiegelen. Ik kom zelf uit Haarlem, vlakbij Amsterdam. Mijn beide ouders komen uit Amsterdam. Ik ben tot geloof gekomen in Haarlem, een sterk geseculariseerde stad. In Haarlem gaan nog maar heel weinig mensen naar de kerk. En in Amsterdam ook heel erg weinig. De enige kerken die echt groeien in Amsterdam. Nou, de kerken groeien in Amsterdam, maar dat komt door alle migranten. Maar op Urk is het een totaal ander verhaal natuurlijk. Je gaat nog steeds. Meer dan 80%, misschien wel 90% van de mensen gaat naar de kerk. En toch zou ik ook vanmiddag willen zeggen: een plaatselijke gemeente op Urk moet niet de heersende cultuur weerspiegelen. Niet de heersende cultuur van Urk, of de kerkistische cultuur, of de kerkcultuur, of dat wat je gewend bent vanuit je achtergrond. Dat moet niet in Haarlem, waar ik vandaan kom, waar je zou kunnen zeggen, ja, je wil als kerk in Haarlem wil je een soort van een beetje populair doen en aansluiten bij de cultuur van de mensen om je heen, de gemiddelde Haarlemmer. Maar ook een kerk op Urk moet niet zich gaan aansluiten bij de gemiddelde cultuur van Urk. En de gemiddelde Urker willen pleasen, de gemiddelde Urker willen behagen door het op de urker manier te doen. Soms proberen kerken relevant te zijn, maar het relevant zijn wordt soms zo doorgetrokken dat het gevaarlijk wordt. Want uh, eerder dan dat mensen het doorhebben, passeren ze een bepaalde grens, waardoor de boodschap aangepast wordt aan de heersende cultuur. Laat me een voorbeeld geven. Ik vind Paulus in Athene, in handelingen 17, vind ik zeer sprekend. Daar heb je te maken met het woord en de cultuur. Aan de ene kant sluit Paulus aan bij de cultuur waar hij op dat moment in is. Griekenland, Athene was het centrum natuurlijk van het intellectualisme. Athene was de stad van de filosofen. De Griekse cultuur doordrong het hele Romeinse Rijk. En de Griekse dichters en de Griekse schrijvers en het Griekse wetenschap. Dat was allemaal bepalend voor het denken in het Romeinse Rijk. Dus Rome was het politieke centrum, Athene was het intellectuele centrum van het Romeinse Rijk. Daar is Paulus in Handelingen 17 op een van zijn zendingsreizen. En hij. Het is wel waar dat hij begint met waar zij zijn. Hij begint met dat hij, dat hij ziet alle godheden die er zijn, alle voorwerpen van verering. Hij noemt hun altaren. Hij zegt: ik, zelf, ik heb zelfs een altaar gezien waarop stond aan een onbekende god. Hij noemt een van hun eigen dichters. En hij kent die cultuur ook, hij kent ook de Griekse filosofieën. Hij kent de schrijvers blijkbaar. Hij was zelf ook een intellectueel. Dus ergens sluit hij wel aan bij de mensen die hij voor zich heeft. En misschien dat er ergens ook wel een plek is ook voor jullie als gemeente hier op Urk om ergens ook wel een beetje aan te sluiten bij, bij, bij Urk. Natuurlijk, jullie zijn Urkers. En dat hoeft ook, ook niet anders. Iedere gemeente, iedere plaatselijke gemeente heeft ook zo zijn eigen cultuur. Maar daarna, even terug naar Paulus in Athene, brengt hij een boodschap. Als je dan de preek van Paulus bestudeert in handelingen 17, dan gaat hij radicaal in tegen de cultuur die hij daar tegenkomt. Dus aan de ene kant vindt hij een soort aansluitingspunten, misschien ook wel om hun aandacht te trekken. Daarna brengt hij een boodschap die keihard er tegen ingaat. Bijvoorbeeld, hij zegt: God woont niet in tempels. Terwijl Athene gevuld was met tempels, overal kwam je tempels tegen. Hij zegt, er is maar één God. Terwijl in Athene en in, het, in de Griekse manier van denken, in de Griekse religies, waren er heel veel goden. Veel godendom. Allerlei goden, allerlei afgoden natuurlijk. Maar Paulus zegt, als Jood natuurlijk, als Israëliet, er is maar één God. Dan zegt Paulus, deze God heeft helemaal niets nodig. Hij laat zich niet dienen met mensenhanden. Terwijl er overal in de stad om hem heen. allemaal offers gebracht werden. Mensen brachten allerlei geldoffers en allerlei dieroffers. en allerlei andere offers op de altaren. Maar dan zegt hij tegen al die mensen: God heeft helemaal niks nodig van al die offers. Daar wordt God niet mee gediend. En dan zegt hij ook: God is niet gelijk aan zilver of goud of steen. door menselijke kunstvaardigheid besneden of bedacht. Terwijl de stad vol stond met afgodsbeelden. En dan zegt hij dat God, al, dat God allen overal tot bekering oproept. God wil dat alle mensen overal tot bekering komen. Omdat er een dag gaat komen dat hij deze wereld zal oordelen door één man. En het bewijs dat hij de wereld gaat oordelen door deze man is dat hij deze man lichamelijk uit de dood heeft opgewekt. Nou, dat gaat helemaal radicaal in. Tegen de Griekse manier van denken. Want in de Griekse manier van denken is het geestelijke goed en het lichamelijke is slecht. In de, in de Griekse manier van denken, dit is het kenmerk van het Grieks denken, dualisme, een tweedeling. Het geestelijke, daar is de verlossing. Je wordt verlost door geestelijk te worden, verlost van je lichaam, verlost uit je lichaam haast. Het lichamelijke is waar het kwade is. Het lichamelijke is, het natuurlijke is, dat is de wereld van het kwaad. En nou zegt Paulus dat God de wereld gaat oordelen door een man die hij lichamelijk uit de dood heeft opgewekt. De lichamelijke opstanding van Jezus Christus gaat dwars in tegen dit deze Griekse tweedeling. Met andere woorden, Paulus bracht een boodschap die radicaal inging tegen de heersende godsdienstige cultuur van Athene. En radicaal inging tegen het Griekse denken. Met andere woorden, we zien hier wat we noemen de antithese. Antithetisch. Confrontatie met valse godsdiensten. Met valse wereldbeelden. En dat hoort hier ook te gebeuren op zondagmorgen. Confronterend. De valse godsdienst op Urk, ontmaskerend. Het, het lege religieuze kerkisme, ontmaskerend. Of wat het ook is, jullie kennen het veel beter dan dat ik het ken. Maar hoe dan ook, het woord is een tegenover. De dwaasheid van de prediking van een gekruisigde Christus. Een dwaasheid voor velen. Een aanstoot voor anderen. Maar die prediking van de gekruisigde Christus. In de bergrede komen we voortdurend een tegencultuur tegen. In de bergrede heeft Jezus een soort tegencultuur gepredikt. We worden opgeroepen om anders te zijn. We hebben kerken nodig waarin het succes niet aan zichtbare resultaten wordt afgemeten, maar aan volhardende getrouwheid aan de Bijbel. Kerken die ons helpen om erachter te komen wat die aspecten van het christendom zijn die christenen juist anders maken dan de wereld om hen heen. Oké, okay, dat was de tweede tegenstelling. De cultuur of het woord. De eerste tegenstelling was grote gemeente of een gezonde gemeente. En de rode draad van vanmiddag is het staat of valt allemaal met bijbelse prediking. En dan wil ik ook een derde, een derde tegenstelling neerzetten. Namelijk thematische of bijbelverklarende prediking, wat ik al zei. En we zien zeker in heel veel kerken vandaag de dag, zeker ook in mijn eigen werkveld, in de kerken waar ik kom in, in Nederland, in Baptistengemeenten, in Evangelische Gemeenten, in, ook in heel veel traditionele kerken in Nederland, zien wij dat zorgvuldige bijbelverklarende prediking, dat dat veel minder voorkomt dan vroeger. Het is wel waar dat thematische prediking wel een soort van de norm is geworden. Waarbij dan, vaak, waarbij dan vaak één tekst wordt genomen of een vers wordt genomen als een opstapje voor het thema. En daarna, um, daarna wordt dat thema verder uitgewerkt en worden de teksten van hier en van daarbij gehaald om dat thema verder uit de doeken te doen. Maar dat het Bijbelgedeelte zelf, of een, bijvoorbeeld dat in de loop van de tijd een heel Bijbelboek gewoon gepredikt wordt in een gemeente, dat, dat gebeurt gewoon veel minder. Maar het probleem is natuurlijk dat, dat dat toch gewoon minder voedend is. Ten eerste is het zo dat de spreker, de prediker, die gaat dan vaak zelf zijn eigen boodschap brengen, want hij heeft zo zijn eigen ideeën bij het thema, en daar haalt hij wat Bijbelteksten bij, waarbij hij dus eigenlijk wel vooral zijn eigen verhaal neerzet. Dat is toch de dynamiek van, bijbelse, van thematische prediking. Het plukken van Bijbelteksten, wat dus ook leidt tot geïsoleerd Bijbelgebruik. Teksten worden heel even gehaald uit een bepaalde context, maar worden niet echt in die context uiteengezet. Maar het tweede gevolg daarvan is: ten eerste, het wordt meer het verhaal van de prediker. ten tweede. Uh, het gevaar is zeker als een vaste predikant van een gemeente dat doet, dan is het gevaar dat deze predikant zijn stokpaardjes gaat bereiden en dat de gemeente na twee jaar zegt, ja, deze, deze prediking hebben we eigenlijk al zo vaak gehoord. Het is niet meer verrassend voor de prediker en het is niet meer verrassend voor de gemeente. Terwijl daar, waar er gekozen wordt voor duidelijke, gestructureerde. Uh, bijbelverklarende prediking, en dat bijvoorbeeld een vaste predikant van een gemeente zegt: Van ik wil graag de komende maanden met u het boek Efeze behandelen. waarin de prediker dan zorgvuldig de verschillende passages uit de Efezebrief behandelt. dan zal, als hij dat goed doet, dan zal hij daar allerlei dingen in vinden die hij zelf nog nooit heeft gezien eerder. Dan zullen zijn ogen opengaan voor dingen die hij nog nooit eerder heeft gepredikt. Hij zal zelf daardoor opgebouwd worden. Het zal nieuwe horizons geven in het begrijpen van het Evangelie. En de gemeente zal veel dieper gevoed worden als op die manier het woord uit de doeken gedaan wordt. Dat is hoe de gemeente gezond wordt. En nogmaals, wat ik al aan het begin zei, alle kenmerken van een gezonde gemeente komen voort. Uit het begrijpen, geloven en gehoorzamen van het Woord van God. Dus hoe belangrijk is het dat dat woord echt uit de doeken gedaan wordt? Een prediker, een voorganger, een spreker um, is zelf ook onder dat woord. Je, je brengt niet je eigen ideeën, je brengt niet je eigen. Wereldbeeld, je brengt niet je eigen filosofie, je, je prachtige inzichten. Daar gaat het helemaal niet om. Je vindt alleen in Gods Woord wat Hij heeft gegeven en je geeft het door. Maar je bent net zo goed hoorder als dat je spreker bent. Je geeft het door, maar je bent zelf ook onder dat Woord en op die manier komt het Woord aan het Woord. Dat is waar een gemeente doorgroeit. En ik merk het zelf ook dat, dat gewoon het, het, het echt bij een tekst blijven. Dat is dus anders dan wat ik vanmiddag doe. Maar het echt bij een tekst blijven. En die tekst elke keer weer. De mensen meenemen. Kijk, in vers zo staat dit. En we zijn nu daar. En we gaan er doorheen. En, en het, het, het gaat leven. Dat is wat het meeste voedt. Misschien is dat niet altijd het meest. Het meest um, uh, hoe noem je dat? Het meest uh, flitsend of zo. Misschien is dat niet altijd het meest. waardoor iedereen er het makkelijkst bij blijft. Maar het is wel het meest voedend. En het meest gezond. De gemeente groeit daardoor. Um, dat is wat we bijbelverklarende prediking noemen. En het woord is zo. Ontzettend krachtig. Iemand, nog eventjes, hè, er is ook een bepaalde, een bepaalde uh, tendens um, om te zeggen: van ja, kijk, dat, dat hele, die hele praktijk, hè, zoals uh, wat er vanmorgen hier gebeurde. Er komt één broeder, die komt van elders, die staat voor de hele gemeente. Vanmorgen waren er veel meer mensen dan nu, denk ik. Dus er zitten er honderden mensen, die zitten alleen maar naar die ene man te luisteren, zo zou je het kunnen duiden. En dan zeggen sommigen: ja, dat is toch niet meer van deze tijd. Dat honderden mensen bij elkaar komen en één man voert het woord. Er is verder helemaal geen mogelijkheid tot dialoog, tot discussie, tot gesprek, tot inbreng. Het is alleen maar, alleen maar die monoloog van die ene man. En er zijn vormen van kerken, er zijn mensen, er zijn jongeren vandaag de dag die zeggen: ja. die je moet helemaal geen prediking meer hebben. Alleen al het idee van prediking, daar zeggen mensen van, dat is veel te ouderwets. Dat past niet meer in deze tijd. Wij komen bij elkaar en dan gaan we met elkaar koffie drinken. We gaan rond staattafels staan, we hebben wat vragen die we met elkaar behandelen. En zo luisteren we naar elkaar en we, ieder kan zijn zegje doen en zijn mening geven. En op die manier geloven wij dat God werkt in ons midden. Maar luister naar wat Mark Dever daarover heeft gezegd. Weet je, en eigenlijk, ik zou het ook als volgt willen verwoorden: er is iets heel unieks aan prediking. Er is iets heel, um, ja, echt. Het is inderdaad echt uniek. Het gaat niet om die prediker, het gaat niet om zijn gave en wijsheid. Maar het gaat erom dat God spreekt, ook vandaag de dag door zijn woord. Als dat woord getrouw wordt overgedragen, als als dat wat we in de Bijbel vinden gewoon duidelijk wordt gemaakt, dan spreekt God. God spreekt door zijn woord. De Bijbel is Gods woord en Gods woord is levend en God spreekt ook vandaag de dag door zijn woord. Hij is er en hij spreekt. Er is een boek van Francis Schaeffer. Onze God leeft en hij spreekt. Vanmorgen was ik in Drachten en ik... Ik heb maar 25 minuten gesproken, maar ik was zelf diep geraakt door de dingen die ik mocht doorgeven. En ik zag dat de mensen die er waren, waren maar weinig mensen. Er was niemand van de gemeente bijna. Alleen maar de mensen die meewerkten. Maar we wisten gewoon dat het binnenkwam. Het was raak. En dat was God die sprak tot ons vanmorgen door zijn woord. En dat is uniek. Mark Dever heeft over die vorm van prediking het volgende gezegd: toch is er iets heel goeds in deze oude methode. Die het geschikt maakt, juist heel geschikt voor onze cultuur van vandaag. Want in onze subjectivistische cultuur, waarin iedereen maar zijn eigen ding doet, in deze anti-autoriteitscultuur, waarin iedereen in de war is en anderen in verwarring brengt, is het juist heel goed dat we allemaal samenkomen en luisteren naar iemand die daar namens God staat, Zijn woord aan ons doorgeeft, terwijl we niets anders toevoegen dan. Er naar te luisteren en het te gehoorzamen. Hoor je dat? Dus die methode, die, 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 die gewoonte van één iemand brengt het woord van God, is juist in deze cultuur waarin, waarin we allemaal zeggen: ja, het gaat om jouw mening en om jouw mening en om mijn mening en om dat inzicht en om die discussie en die dialoog en allemaal, weet je wel, dat. dat, dat uh, alle, al die diversiteit. Alle gedachten mogen er zijn. Alle meningen mogen er zijn. Maar dan zegt deze man: nee, juist. We gaan allemaal zitten. En ook de prediker zit, symbolisch gezien, figuurlijk gesproken. Ook de prediker zit aan de voeten van Jezus als dat woord opengaat. Het is de Heer Jezus die spreekt. Hij is nog steeds het woord van God. En met elkaar zitten we aan zijn voeten. En wij houden onze mond, want we luisteren naar wat Hij tegen ons wil zeggen. Het gaat dus niet om het opwerpen van een discussie. Het gaat niet om het opwekken van belangstelling en participatie, maar het gaat om de juiste respons op wat God door zijn woord, door zijn geest tot de gemeente zegt. Levens worden getransformeerd als God tot zijn gemeente spreekt door zijn woord. Alle gemeenteleden en zeker kerkenraadsleden behoren hun predikant en voorgangers hun sprekers, hun gastsprekers, aan te moedigen om deze weg te gaan, voor hen te bidden en, en uit te zien naar door God gezegende prediking en de Heer daarvoor te danken wanneer het komt. We hebben Ezra's nodig. Dat vind ik zo mooi in Nehemia hoofdstuk 9. Daar zie je dat er, Nehemia 8, bedoel ik, daar breekt een opwekking uit bij de Bijbelschool in Amerongen spreek ik elk jaar over geestelijke opwekkingen. En ik behandel altijd een hele ochtend met de studenten... Nehemia, uh, kenmerken, van een opwekking, opwek, kenmerken van een opwekking en dan bekijken we ook Nehemia 8. Maar er brak een opwekking uit in Jeruzalem na de ballingschap... nadat Ezra, de schriftgeleerde, dertien jaar lang... Want hij kwam in 458 terug in Jeruzalem en in 444 brak deze opwekking uit. 445 voor Christus brak deze opwekking uit. Dertien jaar lang heeft Ezra, waarvan geschreven staat dat hij zich had toegewijd aan het onderzoeken, het onderhouden en het onderwijzen van Gods woord. Het onderzoeken, daarna het zelf in praktijk brengen, maar en dan het onderwijzen zo'n soort schriftgeleerde die hebben wij nodig. Hij deed dat jarenlang, het brak geen opwekking uit, maar nadat hij dat jarenlang had gedaan, brak er ineens wel een opwekking uit. En dat is wat ik in de geschiedenis van de kerk vaak heb zien gebeuren. Ik bedoel, op grond van het lezen van de geschiedenis van de kerk zie je dat gebeuren. Daar waar het woord zorgvuldig wordt gepredikt, wordt als het ware de grond omgewoeld. De grond wordt vruchtbaar gemaakt. Het zaad wordt voortdurend gezaaid. En vroeg of laat komt daar een prachtige vrucht. Is daar echt een opbrengst van het zaaien van het woord van God? Dat is wat we nodig hebben. Ik, ik, uh, uh, ik wil ook nog een prachtig voorbeeld geven. waarin we zien van de kracht van het woord. Ook uit de geschiedenis van opwekkingen. Een van de bekendste figuren uit de geestelijke opwekking is natuurlijk George Whitefield. En. Uh, ik heb vroeger ook samengewerkt met de George Whitfield Stichting. We hebben ook allerlei conferenties georganiseerd. Eigenlijk is Solo Vijf Baptisten een beetje voortgekomen uit de George Whitfield Stichting. En, um, en toen was het zo dat um, in de tijd van George Whitfield. Hij hoorde als, um, als jonge man bij de zogenaamde Holy Club hè, in Oxford in Engeland, samen met John Wesley. Maar deze, op een gegeven moment werd de geest echt uitgestort over deze jonge mannen. Op 1 januari, wat is het, 1738, werd Gods geest machtig uitgestort over een groep jonge mannen die vroeg in de morgen, na oud en nieuw, om drie uur s'nachts, begin van het nieuwe jaar, met elkaar in gebed waren. En ineens was God daar zo aanwezig dat ze helemaal overweldigd werden met een gigantische kracht. Dat is het begin van de Great Awakening in Engeland en Amerika. Maar ze hoorden dus eerst bij de holy club. Maar dat was een beetje een, een soort, uh, daar werden ze ook mee geplaagd en ze werden daarvoor uitgescholden als een soort heilige boontjes. En toen eenmaal die opwekking gaande was. Toen werd George Whitfield als de meest flamboyante, de meest dynamische uh, evangelist van de hele beweging, werd achtervolgd door een groepje ellendelingen die zichzelf de Hellfire Club noemden. Dus niet de Holy Club, maar de Hellfire Club. Wanneer Whitfield buiten stond te prediken, stond dit kleine groepje mannen soms aan de kant van de weg hem na te doen. Stond deze evangelist te imiteren. Ze geloofden er geen woord van, van wat hij allemaal predikte, maar ze deden hem wel na om hem belachelijk te maken. De leider van deze groep heette Thorpe. En op een dag deed Thorpe Whitfield na voor zijn vrienden. Hij predikte de preek van Whitfield met grote nauwkeurigheid na, waarbij zijn toon en zijn mimiek net zo waren als die van Whitfield. En hij werd ineens zo getroffen door zijn eigen woorden dat hij ging zitten en op dat moment tot bekering kwam. <laughs> hij was gewoon het woord van Whitfield aan het prediken. Hij geloofde er eerst helemaal niks van. En hij kwam tot bekering door zijn imiteren van deze evangelist. Want de kracht zit namelijk niet in de persoon van Whitfield. De kracht zat niet in de persoonlijkheid van deze evangelist. Het zat niet in dat hij zo goed kon spreken. Maar de kracht zat in het woord van God. En zelfs toen deze idioot het woord van God nadeed en napredikte, kwam de kracht van dat woord over zijn eigen leven en kwam hij tot Jezus Christus. Dat is de kracht van de prediking. ...van het woord. Maarten Luther heeft gezegd op een gegeven moment... Hè, ...terwijl Philip Melanchthon en ik... ...een pot bier zaten te drinken... ...heeft het woord van God alles gedaan. <laughs> ja, dit is uit de tafelgesprekken van Maarten Luther. De table talks, de tafelgesprekken. Ik heb dat allemaal gelezen toen ik student was. En ik heb daar enorm van genoten. Maar dit is een van zijn bekendste... ...uit die tafelgesprekken. Philip en ik zaten een pot bier te drinken. En het woord van God ging als een vuur door heel Europa... De hele Reformatie is gekomen door de kracht van het Woord van God. Laten wij kiezen voor bijbelse prediking. Um, de heldere verkondiging van het Evangelie is het fundament waarop het huis van de gemeente kan worden gebouwd. Gezond gemeenteleven ontstaat wanneer gelovigen samen met elkaar iets gaan vatten. Van de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van de liefde van Christus. Efeze 3, vers 18. Laat iemand mij uiteenzetten wat het goede nieuws inhoudt. Laat er iemand opstaan die mij vertelt over de heerlijkheid van de Messias. Laat iemand mij. Laat iemand meer de uitputtelijke rijkdom van het woord van God, van de verlossing die God, door... die God voor deze wereld heeft volbracht, naar buiten brengen. Wanneer u en ik daar samen met anderen met een open hart naar luisteren, zal er iets veranderen diep van binnen. Angst zal plaatsmaken voor hoop, ons verdriet. We zullen vertroost worden in ons verdriet. Wanneer er bitterheid en irritatie zijn gegroeid, zal het zicht op de liefde van God onze harten verzachten. Overtuiging van zonde zal leiden tot bekering, dieper geloof en verheuging in de vergeving. Er zal eenheid ontstaan, onze harten zullen verenigd worden in aanbidding en overgave. Alleen daar. Op de plaats waar wij samen luisteren naar het woord van God, ja naar God zelf, zal de ware gemeenschap der heiligen ontstaan. Luister naar deze gelijkenis. Een van de eerste dingen die wij smorgens doen is naar de kraan toe lopen om ons te wassen en om te drinken. Wij leven in de gelukkige omstandigheden dat er altijd water uit onze kranen stroomt wanneer wij die open draaien. Voor ons leven zijn we afhankelijk van water. Het is gezond om veel water te drinken. We gebruiken dagelijks water om ons te wassen. De reden dat er water uit de kraan stroomt, nou weet ik niet of dat vandaag de dag eigenlijk nog steeds zo is, maar in ieder geval was dat hele lange tijd de reden dat er water uit onze kranen stroomde. De reden daarvan is dat er ergens in de stad of in het dorp een watertoren staat. Daarin is heel veel water op een bepaalde hoogte bij elkaar gebracht, waardoor de druk in de leidingen is ontstaan en het water met kracht eruit komt. Wanneer de kraan wordt opengedraaid, zonder watertoren geen water in de huizen. De uiteenzetting van het woord van God is als een watertoren voor ons geestelijk leven en ons gemeenteleven. Zonder die watertoren zal er geen druk meer in de leidingen zijn en zal er geestelijke droogte ontstaan. Nog belangrijker dan de, de reiniging van ons lichaam is natuurlijk geestelijke reiniging. Dat we lichamelijk geen dorst lijden is belangrijk, maar nog belangrijker is dat onze geestelijke dorst wordt gelest. De prediking van het Evangelie is als die watertoren. Daardoor stroomt er water op dorstig land. Een goed functionerende watertoren is prioriteit voor elke stad of dorp. En in de plaatselijke gemeente van Christus moet het net zo zijn. Er moet tijd en aandacht besteed worden aan het omhoogpompen van het water, zodat er veel zegen van boven komt. Nou, een mooie gelijkenis. Als we dan kijken naar het leven van Jezus. Jezus was vooral profeet en leraar. Hij begon zijn bediening als verkondiger. Gesterkt door de geest na de verzoeking in de woestijn kwam hij terug in Galilea. En het nieuws over Jezus begon, begon zich te verspreiden in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagoge en werd door allen geprezen. Hij kwam in Nazareth en las voor uit de profeet Jezaja. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Jezus bracht goed nieuws. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Jezus maakte de vrijlating van gevangenen bekend. Om aan blinden het herstel van hun zicht te geven, aan onderdrukte hun vrijheid te geven, om het genadejaar van de Heer uit te roepen. In die provincie die Jezus daar voorleest en dan zegt, dit is vervuld in jullie midden, komt tot drie keer naartoe naar voren dat Jezus vooral een prediker was. We lezen daarna in de Evangeliën dat hij rondging... Als prediker van plek naar plek, van dorp naar dorp, overal verkondigde hij. Hij predikte door te zeggen: "Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen." Hij ging rond in heel Galilea, leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het koninkrijk. En genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk. Hiertoe ben ik gezonden, sorry, hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik voor de waarheid zou getuigen. Dus Jezus heeft veel wonderen verricht. Jezus heeft veel mensen bevrijd van de, de duivel. Hij heeft zieken genezen. Hij heeft mensen uit de dood opgewekt. Hij heeft zijn macht over de natuur getoond. Hij heeft scheppingswonderen verricht. Hij heeft het meest unieke leven geleid, dat hij dat een mens ooit heeft geleid. Maar hij zag zichzelf vooral ook als verkondiger. En hij was het Woord van God. Petrus, de eerste Pinksterdag, daar zijn we mee begonnen vanmiddag. Handelingen 2 heb ik uit voorgelezen. Toen zij dit hoorden, toen ze de preek van Petrus hoorden. En in de preek van Petrus stond de persoon van Jezus Christus centraal. Degenen die zijn woorden aanvaarden, kwamen tot geloof en lieten zich dopen. En daardoor breidde de gemeente zich uit. Het aantal leerlingen bre breidde zich uit met ongeveer 3000. En ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Door het aanvaarden van de, de prediking van het evangelie. En de apostelen wijden zich aan het onderwijs. Er was een verlangen in de gemeente naar meer kennis van het evangelie van Jezus Christus. En we lezen, lezen handelingen door en je ziet dat het vooral gaat om de verkondiging van het evangelie. Ze gaven dagelijks onderricht in de tempel en bij de mensen thuis. En ze verkondigden het goede nieuws dat Jezus de Messias is. Daardoor nam het aantal leerlingen sterk toe. En dan ontstaat er een hele organisatie. Ik, uh, ik moet zo stoppen, want anders wordt het allemaal te veel. Ik lees ook wel een beetje veel voor op dit moment. Maar u weet het, in handelingen op een gegeven moment dan... Komen er dus steeds meer mensen bij, hè? dus het wordt groot. Er, staat zelfs, er kwamen vele duizenden bij, er ontstond een gemeente van vele duizenden mensen. En ook een groot aantal priesters kwam tot geloof. Het waren trouwens ook allemaal Joden, hè? we zitten nog helemaal alleen maar in Israël. In deze fase van de vroege gemeente. Dus de vroege gemeente was puur Joods in het begin. Ze bleven ook volledig Joods. Maar dit is, de, dit is de eerste gemeente... Maar dan komen er dus, komt er een hele organisatie. Wat gebeurt er dan? De apostelen raken te veel betrokken in het regelen van praktische dingen. Ze gaan ook zorgen voor weduwen. Er zijn vrouwen die nauwelijks te eten hebben. Er zijn vrouwen die niet weten hoe ze hun kinderen moeten voeden omdat hun man is overleden. De sociale voorzieningen die wij vandaag de dag hebben in de maatschappij, die hadden ze toen helemaal niet daar. In ieder geval, de gemeente ging ook zorgen voor. Voor de armen, voor weduwe. Maar de apostelen raakten te veel betrokken in managementtaken, zou je kunnen zeggen. Ze raakten te veel betrokken in het bedienen van de tafels, in het zorgen voor die maaltijden, in het organiseren van dingen. En dan zeggen ze, dit is niet goed. Wij moeten terugkeren naar onze roeping. En dan staat er dat ze anderen aanstellen, de zeven, dat is het begin van wat we noemen diakonaat. diaconaat. Dus diakenen worden aangesteld om de praktische dingen te doen. Met als gevolg dat de apostelen zich kunnen blijven toewijden aan de bediening van het woord en het gebed. Het gebed wordt zelfs eerst genoemd. Dan zullen wij ons wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God. Alle discipelen stemden in met dit voorstel. En dan lezen we kort daarna, het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide. En inderdaad, ook een grote groep priesters aanvaarden het geloof. Dus ze laten zich niet afleiden van hun prioriteit. Ze laten zich niet afleiden van de centraliteit van de prediking. Jezus was een verkondiger. Jezus predikte het goede nieuws. De volgelingen van Jezus, de apostelen van Jezus, blijven bij die taak om vooral dienaar van het woord te zijn. Ze blijven zich daaraan geven. En uh, ze raken niet verstrikt in uh, dingen die wel goed zijn, maar die niet hun roeping zijn. Dat is heel belangrijk. De duivel heeft eigenlijk twee tactieken in handelingen. In de, bij de vroege gemeente zien we twee tactieken van de duivel om de gemeente ineffectief te maken. Het eerste is vervolging van buiten. He, door, door haat geïnspireerd, door de bepaalde Joodse leiders ze zich helemaal tegen de Joodse vroege gemeente. En wat ik al zei. He, eerst wordt Stefanus gestenigd, daarna wordt Jacobus met het zwaard om het leven gebracht. Dus, en dat is nog steeds waar de geestelijke strijd zich uit, vandaag de dag. Er is heel veel vervolging van de kerk. Het lichaam van Christus wordt gehaat in deze wereld. Israël wordt gehaat in deze wereld. Het Joodse volk krijgt altijd maar weer te maken met antisemitisme. Maar de kerk ook. Wat dat betreft zien we dat we parallel lopen met het Joodse volk in deze wereld. Op zoveel plekken wordt de kerk gehaat. En dat is geestelijke strijd. Maar de Satan probeert ook van binnenuit. om de kerk uit te schakelen. Niet alleen door die bedreiging van buitenaf. Je ziet eigenlijk dat door die bedreiging van buitenaf. dat de kerk alleen maar harder groeit. Dat gebeurt ook in China vandaag de dag. Dat gebeurt in Iran vandaag de dag. Dat gebeurt zelfs in Noord-Korea vandaag de dag. Daar waar de kerk vervolgd wordt, groeit de kerk alleen maar harder. Maar Satan probeert ook van binnenuit. Om de kerk kapot te maken. Dat zie je ook dus in de handelingen. En dat is als die apostelen afdrijven. van het zich toewijden aan het gebed. en het woord. Maar ook daar. daar, daar komen ze van terug. Wij blijven bij die roeping. Hetzelfde thema van vanmiddag. Het woord als basis voor gemeenteopbouw. En het is belangrijk dat. Gemeentes daarvoor kiezen. U zegt misschien van. Ja, dat is allemaal zo gesneden koek. wat u allemaal vertelt vanmiddag. maar. het is echt nodig om dit weer te zeggen. Het is echt nodig in Christelijk Nederland. om dit weer te zeggen. Er is heel wat gaande in Christelijk Nederland. Er is heel wat gaande op het gebied van de leer. De inhoud van het Evangelie wordt soms gewoon niet meer gepredikt. Waarom Christus werkelijk stierf van het kruis? De boodschap van verzoening door voldoening is, is niet alleen uit de mode bij velen, maar wordt zelfs, wordt zelfs openlijk ontkend door schrijvers, ook in christelijk Nederland. De boodschap van verzoening door voldoening, dat Christus stierf om onze straf die wij van God verdienen. God zou ons moeten straffen voor onze zonden... Het hele idee van een straffende God willen sommigen totaal niet meer noemen. Geen enkel oordeel, geen enkel, enkele strengheid van God, niets van de straf van God. Waardoor ook de betekenis van het kruis helemaal verdwijnt. Dat is wat er gaande is in onze, in onze tijd en cultuur. De leer staat onder druk. Het evangelie verdwijnt eerder uit de prediking in kerken dan dat kerken het zelf doorhebben. Daarom is het nodig om dit vanmiddag weer te zeggen: dat we dicht bij het Woord blijven. En als we dat doen, dan zullen we de kracht van het Woord in toenemende mate ervaren. Uh, Jezaja, wat is het ook weer ergens? Uh, in Jezaja staat zo mooi: dat, uh, dat zoals de regen uit de hemel valt en de sneeuw. De, het land wit maakt. Vanmorgen stond ik op in drachten. En we moesten vroeg naar de kerk in drachten. Ik, mijn, mijn vrouw en ik samen. We, we stapten in de auto. De wereld was schitterend. Alles was wit. Niet door sneeuw, maar omdat alles bevroren was. Alle bomen en struiken waren helemaal wit. De weilanden waren wit. En de zon kwam op. Het was een schitterende ochtend. Vroeg in de ochtend vanmorgen. Maar dat is water, dat, dan zie je het water wat God uit de hemel heeft laten vallen. En zo zegt Jezaja, zoals, zoals de sneeuwak uit, uit de hemel valt en de aarde doorvochtigt. Zo is mijn woord. Mijn woord zal niet ledig wederkeren. Dat water doet wat met die aarde, dat maakt het, dat, dat er vrucht komt. Dat maakt dat, dat, dat zaadjes ontkiemen. Dat maakt dat er leven ontstaat op aarde. Het land brengt vrucht voort omdat het bewaterd wordt. Zo is de prediking van het Woord. Het is niet altijd even flitsend, nogmaals. Het is niet altijd het meest aantrekkelijke. Het is niet altijd even vermakelijk zoals we zo gewend zijn aan allerlei vormen van entertainment. Het vraagt een bepaalde discipline, zowel van de gemeente als van de leiders van de gemeente als van de voorgangers, om trouw te zijn aan dat Woord. Dat vraagt een bepaalde toewijding en discipline. Maar het is net als het begieten. Het besproeien van het land. Het zal vruchten voortbrengen. Dat zal ook in en door deze gemeente gebeuren. Als deze gemeente kiest voor dit kenmerk. Dit kenmerk dat als eerste kenmerk van een gezonde gemeente genoemd moet worden. Amen. Ik laat het hierbij.